Duiven, daar gaan we het over hebben. Ja, het is, het is, het is even een, een, een sprongetje, want duiven zul je op Airport Twente ook hebben. Dus, uh, nou ja, wat dan betreft is de brug snel gelegd. Die grijze vogeltjes, hè, ze worden steeds duurder, zo blijkt. Deze week werd bekend dat we een Chinezen het lief hebben, maar liefst 1,6 miljoen euro voor één duif betaalde. Nou, zo, ik weet hoeveel mensen duiven haten, dan is okay. dit heel bijzonder. Wat zorgt er nou voor dat de postduiven, want daar gaat het in dit geval om, steeds duurder worden? Daarover praten we met kweker Richard Kniest uit Borne. Richard, welkom. Dankjewel. Je weet echt alles van duiven, hè? Nou ja, bijna alles. Bijna alles. Ja. Sinds wanneer uh, ben je bezig met het kweken van duiven? Nou, uh, ik ben uh, vanaf mijn tweede jaar uh, met mijn vader. En uh, die is nu dan uh, drie jaar dood. Dus. Uh, heb ik eigenlijk met een paplepel ingegooid, zoals ze het eigenlijk zeggen. Dus dat is bijna 57 jaar nu. Vanaf je tweede jaar? Vanaf mijn tweede jaar, ja. 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 En speelde jij toen met de duiven of speelden ze met jou? Nee, nee, nee. nee. Ik was wel... Uh, ik, ik nog oude foto's uh, toevallig met een collega van jou over gehad. Uh, echt uh, de roots, zwart-wit nog eigenlijk. In het pofboekje, zoals je dat in de jaren 60 had. Kantelijntje eromheen. Voor de rennen buiten bij de Witte Molen. Daar is het eigenlijk uh, met mijn vader en een paar ooms van mij begonnen. Dus uh, daar Hoe is de heb ik de roots je nu? Ik heb nu zo'n ongeveer 200, uh, 200 duiven. Sorry? 200 duiven. 200? 200, Waar ja. Waar bewaar je die dan? Uh, een hele grote tuin, hè. Oh ja? Ja. Heb je een, een, een enorme volière of vliegen ze niet weg? Nou, ik heb een, een hok van uh, 7,5 meter staan. Daar zitten uh, 52 uh, mannetjes en vrouwtjes, ofwel Wedenaars en duivenen... Voor het totaal wetenschap op voor de grote overnachtvond. Dus zijn de vluchten van 700 tot en met 1200 kilometer. Dan heb ik een hok van 4,5 meter, is voor de jonge duiven. Daar gaan ongeveer zo'n 80 jonge duiven op. Dan hebben we een hokje van 2 meter. Dat is voor de dagvond, dat zijn de duiven voor de kilometers 500 tot 700. Dagvond? Dagvond. Okay, ja. dagvond. We hebben in de duivenspot heb je verschillende disciplines. Je hebt de vitesse, dat zijn de korte vluchten, de sprint. Snel. Dat is van vitesse. 100 tot 300 kilometer. Dan heb je de midvond, dat is van 300 tot en met 500. Dan heb je van 500 tot 700, noemen wij de dagvond. En van 700 tot en met ongeveer 1200, 1300 kilometer, dat noemen wij de overnachtvluchten. Dat zijn de lange vluchten. Ja, ja. Deze duif die nu verkocht is, de nieuwe Kim... is een, echt een duif die eigenlijk in de categorie vitesse midvond. dus van 100 tot 500 kilometer een uh, geweldige uh, lijn is. Maar wacht even, want um, vijf, uh, hoeveel? 100 tot 500? 100 tot 500 en, kilometer. En, en dat betekent, want het is dan een postduif, ja. zeggen we dat? Ja, ja een postduif, En dat betekent dat is een duif die je dus uh, uh, loslaat... Ja. die mogelijk 500 kilometer ver gaat en dan weer terugkomt? Ja, ja. een duif die heeft een uh, bepaalde... Oriëntatievermogen in zijn, in zijn hersenen. Eh, door de stand van de zon en de stand van eh, zeg maar eigenlijk het licht. Plus dat daar wind een, een vrij grote rol in, eh, mee in speelt. En daardoor kan een duif. Eh, Makkelijk uh, 12, uh, 12, 1300 kilometer over brug. Maar gaat hij dan 1200 heen en terug? Of nee, gaat hij nee, nee, 600 nee, nee, heen nee, en nee, 600 terug? Nee, nee. Wij, uh, wij, wij moeten dus. Uh, de Vitesse Mid wat iedere vrijdagavond. wat gekorf. Uh, lokaal bij ons in de Vereniging. Uh, dan gaan ze erin. Wij doen dat tegenwoordig allemaal uh, geautomatiseerd. grotendeels. Uh, dus duiven hebben allemaal chipringetjes om. waar dus een chip in zit. Ja. waar die via een klokje ingeklokt wordt. Dan wordt hij netjes ingelezen en dan gaat hij een mand in. Eh, alle duiven komen bij elkaar. Eh, ongeveer eh, 23 tot 25 duiven in een mand. Eh, bij de grote overnachting is dat ongeveer 18. En dan gaan de duiven gaan op transport met diverse verenigingen hier in het oosten van Nederland, afdeling 9. En eh, daar gaan eh, soms eh, van hele afdeling 9 op de kot vluchten. Ik denk tussen de 30.000 en 40.000 duiven los. En die, met het doel dat ze dus een bepaalde doel, afstand afleggen. Allemaal op één tegelijk. Die gaan in dezelfde seconde. Gaan de deuren openen. Gaat ook vol automatisch. En uh, natuurlijk bij een weigering. Wat natuurlijk wel eens een keer plaats kan vinden. Maar dan zijn het luttele seconden. Dan krijg je dan een stoomstoot. Nee, 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 nee. nee, 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 nee oh. Zo is het niet. En dan gaan ze dus uh, allemaal naar huis toe. En, ja, en dan de beste duif met het beste oriëntatie. En met. Ja, de motivatie, die gaat het compenseren. Ah, ze gaan niet toe. heen en terug, maar ze worden nee. ergens naartoe gebracht. En dan, naartoe en dan vliegen ze terug. En dan vliegen ze terug. Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Dus, dus de snelste duif, ja. uh, die wint. Wint het concours. Ja. Het ja, en... is net hardlopen, zeg ik altijd. Je gaat met zes man de 100 ja. meter aan. En van uh, en Bolt was vaak uh, de eerste. En dan komt de rest erachteraan. En zo krijg je de plaatsen achter elkaar door. En nou is er dus een, een uh, man uit China. Ja. En die heeft een duif uit België op de kop getikt. Ja. Voor um, ruim anderhalf miljoen dollar. Ja, ja wat je namelijk Euro. ziet, we hebben een hele tijd gehad dat vooral Aziatische landen heel veel topduiven opkochten. Eh, Japan uh, is daar is ook een voor, voordeel van geweest. Uh, we hebben in Thailand een hele tijd gehad. En nu is het vooral in China. En waarom komt dat? Vooral Chinezen. Is op dat moment, uh, vroeger hadden wij. Uh, Hadden wij de Duin, uh, de paderezen, daar werd ook op gegokt. En zo is in China, zijn er namelijk twee categorieën. Dat is het ene, is het gokelement. En het andere is het, ja, het luxe, de plush. Chinezen met het vermogend uh, ja, kapitaal. Het is een stukje kunst. Ja. Als ja, je een picasso aan de muur komt, koopt die man een nieuw Kim voor in, in zijn hockey om daar dagelijks naar te kijken. Misschien vindt hij zijn vrouw niet zo leuk. Dan kijkt hij naar dit, <laughs> dit jonge duif, vind je Ja, Ja, Die, ja. Hè? die mogen Het Lekkere zijn. duiven op stok. Ja, um, maar dit, dit heet dus ook een, een Kim, zeg je? Ja, de, deze duif heeft een nieuw Kim. Is een, uh, deze duiven die zijn er 445 totaal. Die zijn verkocht. En die waren van Gaston de Wouwer, alias de Kaasboer, dat was een bijnaam van hem. Een man die internationaal hele grote naam gemaakt heeft. En die man die was 76 jaar. En die dacht: het is mooi geweest. Ik ga genieten van het leven. En die man denkt: weet je wat ik doe? Die ging naar Piba in België. Een van de grootste internationale verkoopsites. En die gaan de duiven daar, gaan, uh, worden daar verkocht. En uh, voor twee jaar terug. Is de totale kolonie van Gabi van der Nabelen verkocht, ook een Belg? Die bracht een uh, 6,2 miljoen euro op. De hele kolonie? De hele en dan hele de kolonie hoeveel, hoeveel duiven zijn er? De, de hele dan? kolonie, uh, ja. dat waren er toen ook rond de 400, als ik het okay, goed heb. Ja. En deze uh, waren van Gaston de Wouwen en die uh -huh. werden verkocht. En die brachten totaal 9,6 miljoen euro op. Ja, ook duister... Ik ga beginnen. Ik ja. begin vandaag nog. Ja. Hier met die duiven. Ja. 450 duiven. 445. 445 ja. duiven voor ja. 9,5 miljoen euro. miljoen euro. Waarvan er dus één duif. Eén duif, 1,6 miljoen. En het leuke van alles is: er zijn 12 directe kinderen van Nieuwkim verkocht. Die brachten 600.000 euro op. En er zijn 22 kleinkinderen van nieuw Kim verkocht en die brachten 580.000 euro op. Dus als je eigenlijk haar neemt met haar kinderen en kleinkinderen, dus dat zijn van de 445, zijn er dat zeg maar pak en breed, 40 sucks, Ja, die hebben ongeveer 2,5 miljoen euro opgebracht. Wow. Zo, nou, ja. is staat bovenaan de quote 500 van de duiven. Ja, <laughs> ja. ja dat zijn hele vermogende... Nee, maar dit is wel bijzonder zeggen. Wat is er dan? Is, zijn die duiven dan gigantisch snel? Ja, dit zijn echt uh, snelle duiven, categorie snelle duiven tot, uh, tot 500 kilometer. Kijk, en als je nou hier in Nederland kijkt op dit moment... mag toch wel grus uh, gezegd worden, er uh, is ook een, 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 iemand die ik persoonlijk ken... maar ook in ieder geval bij ons in internationaal Instagram. Dat is uh, Jellema, dat is de dierenarts uit Wieren. Ja, dat is ook een man met uh, allure en die man die, die, die breekt alle wetten... Op de grote internationale vluchten van 700 tot 1200 kilometer. Deze man heeft een aantal jaren kort achter elkaar een paar nationale, internationale wedvluchten gewonnen. En uh, ik heb toevallig straks nog even teruggekeken. Ik had er nog met een andere collega uh, hebben in Dodewaard straks een telefoon over. Daar is, uh, en dat is natuurlijk het nadeel ervan. Die heeft begin oktober heel onaangekondigd uh, bezoek gekregen. Er zijn twintig van zijn allerbeste Vliegtuigen zijn daar, waarvan zelfs een nationale overwinnaar, zijn gestolen. En die zijn volgens de persberichten gestolen precies in het tijdstip dat niet de alarmen aangestaan hebben. Dus dat is ook het nadeel. Ik heb het zelf uh, twee, twee keer, twee, jawel, ik heb oh. het twee keer ondervonden met mijn vader toen ik zelf nog in, uh, in die dam woonde. In, uh, in de buurt van Arnhem. Hebben we twee keer uh, onaangekondigd bezoek gehad. En dat zijn hele vervelende dingen. Dat blijf je altijd bij. Um, ik wil eigenlijk nog twee vragen stellen. Ja. En de ene is: Is het nou uh, zo? Is, het, is die lijn van de prijzen stijgt die uh, steeds maar door? Is dat, uh, ja, dat is op het moment uh, van de Chinezen. We hadden eerst even een, een downtje. Eigenlijk dat, dat we zagen dat de Japanners en de Aziaten. En je ziet dan uh, Arabische landen is op het moment ook wel redelijk op komst. Qatar, ja. Verenigde Amara uh, Amaraten, Daar komt het eigenlijk nu ook langzaam op. Maar dan zijn de bedragen nog niet zo groot. Maar China is op dit moment uh, echt echte koming. Ja. En tot slot, Richard. Richard um, zit ik hier nou stiekem met een uh, miljonair aan tafel? Nee, nee, als ik dat was, had ik hier niet gezeten. <laughs> en <Hey, lacht> hey, bedankt. Nee, ik moet iedere, uh, iedere dag gewoon uh, mijn centjes verdienen. Zoals jullie dat ook doen, of met studie of met. Met, uh, met radio, maar uh, het is nog gewoon iedere dag uh, je best doen, ja, en uh, en dan hopen dat je ooit zelf een keer zo'n uh, internationale toppen hebt. Zo'n Kim hebben heb. uh, okay, Oké. Yeah. moet je net zo'n rijk Chinees tegen het lijf lopen, ja, precies. Ja, super mooi verhaal, dankjewel, dankjewel, Richard, en, en uh, veel draag. plezier met je drijven. Graag gedaan.